Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. ik ga je een paar vragen stellen. Oké. Niet te moeilijk, hè? Nee. Je mag alleen één keuze. Oké. Okay. Eén keuze. Ga je proberen. Jamal of Badr? Dan moet je ook zeggen waarvoor. Gewoon, Jamal of Badr, maakt niet uit. Heb jij liever Jamal of Badr? Jamal of Badr? Lastig, hè? Nee, het is niet lastig. Het legt er helemaal voor. Ik denk er al een tijdje over na. Nee, het legt er helemaal voor. Kijk, Jamal of Badr. Ik heb veel meer historie met Badr. Ja. En ik ben historie aan het maken met Jamal. Ja. Dus op dit moment, nu dan Jamal. Uh-huh. En als het gewoon... Als mens kan ik Badr beter. Ja. Snap je? Dus ja, het ligt eraan. Dat is dus waarover ik zit te denken. Dus je laat het een beetje in het midden nu? Het ligt zwaar in het midden. Okay. Een vegan burger of een rundburger? Rund. Lekker. Kickboksen of MMA? Kickboksen. Glory of K1? Het is lastig. Nee, het is niet lastig. Het is niet lastig, ik kan je ook vertellen waarom. Mm. K1 was altijd super goed georganiseerd. En iedereen zat altijd te klagen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit geklaagd. Mm. Ik was alleen nog blij dat ik naar Japan kon. Al die keren, want dat was de bakermat van het vechten toen ik daar in 2003 voor het eerst kwam. Oh, hadden ze me bij Friesland eruit gehad, ze het laatste stukje moet je lopen. Had ik gewoon met een grote glimlach teruggelopen, geen probleem hoor. En Glory, daar zou ik nu voor kiezen. Waarom? Dat is nu heden te dagen en ik heb er nog steeds alle hoop en vertrouwen in dat het goed gaat komen. Omdat er worden soms fouten, wil ik niet zeggen, gemaakt. Maar net wat ik zeg, weet je, er moeten wat nieuwe dingen, er moeten wat storylines in komen. En kijk, in de K1 opeens. Bijvoorbeeld, als ik een partij van jou neem, en wist je niet tegen wie je moest zeggen. Want jij zat toen ook eventjes in het begin, weet je, er waren niet zo heel veel van die hele goede vechters. Ze waren even weg. Ja. En wie stond er opeens? Ray Meuse. Ja. Dan denk je hier aan Ray Meuse. Ja, maar wacht even, die heeft Olympisch speler gewonnen. Ja. Die is wereldkampioen zwaargewicht boksen geweest. Nou, dan weet ik niet of Ray gaat winnen. Natuurlijk gaat hij wel winnen. Ja. Dat hebben ze al ingecalculeerd. Alleen die die gedachtegang, die moet Glory nog even pakken. Ja, ja. Dat is het enige wat ik denk wat niet goed is, want alles is goed georganiseerd. Als je komt, je hotelkamer, weet je. Het is nooit dat je bij denkt, oh ja, sorry. Dat heb je ook wel eens als je ergens komt. Hè? Oh, sorry, staat u op de lijst. Ja, ja, ja. Ja, maar jullie zitten niet in het hotel. Ja, ja, ja. 4 van jullie zitten in dit hotel en 2 zitten in een hotel 4 kilometer verderop. Vreemd. Dat soort dingen, ja, snap je? Ja, ja. Infiniteit. Ik kom niet eens meer op, man. Jawel, uitvindingraak, betekent het. Ja. Dus dat moeten ze gewoon winnen. En opeens dacht ik dat ze dat hadden... Innovatief bedoel je? Ja, ik dacht dat ze het hadden gevonden met Rico toen tegen die Bigfoot Silva. Mm-hmm. Ik dacht van nou, dat soort dingen, dat moet je dan gewoon... meer doorheen gooien, weet je. Gooi de ding open, je hebt gewoon bepaalde vechters en je moet gewoon, die vechters, die moeten gewoon presteren. Ja. En als ze niet presteren, hup, de volgende lading erin. En haal van baat af wat vechters en zeg gewoon van, nou, oh, jij bent, ja, ga jij er maar in. Ja. En dat was altijd mooi in de K1, dat was mooi bij K1, dat was mooi bij Pride. Opeens stond Bob Sapp daar. Ja. Opeens stond, die Giant Silver daar. Ja. Opeens stond, weet je, Hong Man Choi. Ja. Nou, dan kun je wel zeggen van, ja, je kan toch niet vechten. Nou, ik trok wel kijkcijfers. Nou ja, en helemaal in Korea. Ja. En toen, toen moesten we het eventjes natuurlijk tegen die Hongman Choi daar bij de Final 16. Ja. En daar gaat het ergens over, hè? Want je wint, dan mag je naar de finale in december. Dus je kan niet zeggen van, nou weet je, het is wel even goed zo. En ze hadden een gozer en je denkt, het valt wel mee. Ja. Ja, hij was gewoon echt groot. Ja. En 2 meter. Ja, 4 klappen uitgedeeld. 1 keer zat Badr op de grond. Kreeg je 8 tellen. 1 keer scheurde hij meteen zijn hele ogen open.
En die andere twee, ja, dus die sloeg je alsof je klap met een kussen kreeg. Ja. Maar ik bedoel gewoon te zeggen, ja, je moet het niet oplopen. Nee. Snap je? En dus dat was, dat als dat soort gasten er gewoon weer bij de Glory bij komen, dan zitten wij gewoon iedere maand gewoon voor de buis bij Videoland. En dan zit je te kijken naar ergens, want dan gebeurt er wat. Ja, ja. 10 ounce of 6 ounce? 10. En waarom niet 6? Nou, er is een reden. Bij One vechten ze meestal met 4. Ja, dus luister, oké. Mijn mening. Tegenwoordig gaan ze dingen uitvinden voor het uitvinden. Ja. Ja. En dat is natuurlijk jaren geleden. Hebben ze natuurlijk bij boksen. Het is geen handschoenen. Nou, op een gegeven moment duurde het. Ik geloof 12 uur of zo, zo'n wedstrijd, omdat niemand sloeg. Want als je iets raakte, bovenkant van het hoofd, dan blesseerde je handen. Blesseerde je vaak genoeg je handen, kon je dus de wedstrijd al niet winnen. En dus ja, die ging uitzoeken je wedstrijden. Nou, toen hadden ze opeens handschoenen uitgevonden. En die beschermden dan een beetje de handen, maar die beschermden het gezicht niet. Dus je kreeg heel veel scheuren. Ja. Nou ja, oké. Uiteindelijk zijn ze op 10 ons handschoenen uitgekomen, want die beschermen en het gezicht en de handen. Ja. Dus waardoor je dus vaker kan vechten. Kijk, als jij bijvoorbeeld met 120 hechtingen in je gezicht uit de wedstrijd komt, kun je niet verwachten dat je over 3 weken weer ergens staat of over 4 weken. En je blijft er ook niet heel knap van, hè? Nou ja, littekens. Het staat voor karakter, denk ik. Ja. Maar snap je, dus dat soort dingen. En dan heb je nou bij One, zeg je nou goed, hebben ze uitgevonden. Die Rotang, die zoveel klappen kan nemen tegen die Mighty Mouse. Ja. En Dimitri Johnson uit die. En dan doen we wat anders. Dan doen we eerst kickboksen en daarna MMA. Ja. Dat is na 3 minuten kickboksen. Want die Rotang is ook niet eentje die ze meteen in de eerste minuut knock-out slaat. Nee. Dus het duurt ook. Die bouwt het ook op en die neemt en geeft. En dan wordt de tegenstander iets moeier en dan kan die winnen. Ja. En dus na 3 minuten, ja, we moeten nou MMA doen. En die Mighty Mighty shoot hem, gooit hem 12 seconden aftikken. Ja. Klaar. Dus het uitvinden voor het uitvinden, het slaat nergens op. Er is al een publiek voor kickboksen, er is een publiek voor MMA. Ja. Dan ga je dat mixen, je gaat er niet nog meer mensen bij halen. Het is wat het is. Ja. Snap je? Ja, ik vind het soms wel interessant om naar te kijken. Kleine handschoentjes. Want? Ja. Nou, omdat ik sowieso vind de partijen gewoon leuk. Dat ze aan het knokken zijn. Maar ik vind het is toch anders. Het is toch een beetje anders. Ook met ellebogen vind ik ook veel leuker om naar te kijken af en toe. Daarom kijk ik ook wat vaker ook naar de UFC. Want daar gebruiken ze ook al heel veel ellebogen. Maar dat is die sport. Ja, nee, klopt. Maar ze probeert het een beetje te vermengen, heb ik het gevoel. Ja, maar daar moet je ook van houden. Ja, en dan komen ze weer. Je mag geen knieën in. En wat vind je dan van bernakkel en handschoenen? Ja, het is toch handschoenen? Altijd handschoenen. Hm. Het is niet voor niks. Hoe moet je dan trainen? Snap je? Ja. Ik bedoel, je kan ook met ellebogen. Je staat 400 voor, je krijgt een elleboog, je hele voorhoofd ligt open, je hebt verloren. Je kan staat, weet je, dat is. Nee. Nee, dat hoort niet. Nee, snap je? En als ik gewoon. En hoe moet ik ben ook niet echt fan hoor. Nee, hoe moet je dan gaan trainen? En ook met UFC, dan doen ze bijvoorbeeld wel ellebogen, maar je mag op de grond niet knieën in het gezicht. Ja. Snap je? En bij Pride was het weer andersom, dan mag je geen elleboog geven. Mm. Maar ja, als je een elleboog krijgt. Als je op de grond ligt, of je krijgt die, hoe heet het, je krijgt die. Weet je, vroeger ook natuurlijk kwam met die knieën. Ja. Daar won Melvin mee dan. Ja. Op de grond. Als ik even draaien, heb die knie erin en dan maar hakken. Ja. Ja, dat was ook niet mijn ding, weet je. Maar ja, oké, als kickboksen, want wij waren kickboksen, MMA's. Ja. Ja, willen jullie dat niet doen? Nou, natuurlijk willen we dat wel doen. Ga het gewoon proberen. Volgende, ik noem een paar. Je mag alleen. Geen probleem. Wie gaat winnen? Oh, wie gaat winnen? Wie gaat winnen? Dan gaat die tegen Kaepernick. Lastig, spannend. Ik moet het toch toelichten.
Ik denk Mayedin, want hij is gewoon een betere kickboxer. Hij ontwikkelt zich goed. Kempenek heb een hard hoofd, die komt hier ook wel sparren. Die neemt er ook wel een paar te veel, denk ik. En Mayedin gaf hem 8 tellen. Voor de eerste wedstrijd was ook kantje boord. Dus ja. En beide vechters horen eigenlijk niet tegen elkaar te vechten. Ja. Maar tegen een ander. Die Kempenek kwam hier sparren en die nam zulke klappen hierop. En toen zei hij van, deze man die kan klappen nemen, is niet normaal. Ja. Pam, toen zat hij op de grond. Kreeg je 8 tellen, linkerhoek. En daarna gaf hij, geloof ik, nog een beetje, voor mij wel 8 tellen terug of net niet. En dan won Mayedin de eerste partij. En dus dit is ook wel weer een rematch. En Wissen tegen Sosa? Wissen. Ja. Wissen is gewoon heel goed. En, maar die is al lang heel goed. Ja. Die kwam toen als bijvechter, zag ik hem al een keertje. En er was nog een keer sprake van als hij wou richting mij zou komen. En toen ging hij naar Hippo. Ja. Maar ik hoorde dat het ook al over is. Zoiets. Dus. Maar Wiss is gewoon heel goed. Het zijn gewoon soms van die vechters. Ja, die gewoon goed zijn. En die Sosa, ja. Ken ik hem ook weer van die naam. Hij heeft volgens mij al een keer, voor mij had hij niet tegen Justri gevochten toen. Wat roei? Nee, hij heeft wel ergens gevochten. Oh, wacht even. Ik weet het al, hij had toen in Duitsland gevochten. Tegen een, hoe heet die gozer dan, een Egyptenaar. En die zou eigenlijk bij mij komen en die woont in Oostenrijk. En die rolde hem wel simpel op. Ja. Maar ja, alles kan natuurlijk. Hè. En als je die filmpjes ziet, dan is het natuurlijk allemaal geweldig. Dat maar ja, er allemaal ik zeg altijd, ja, tegen wie? Ja, toen ja. Die klap krijgt. Nou ja, tegen wie? Dus. En Tavares tegen Masloyev? Tavares. Waarom? Dan komen we weer op het buitenland verhaal. Basil Boyev is heel lang een hele beschermde vechter geweest. En dat kon je ook zien toen hij tegen Abena vocht. Mm-hmm. Dan krijgt hij opeens een klap op zijn leven. En dan kijkt naar de scheidsrechter. Dus iedere keer als er problemen komen, kijkt naar de scheidsrechter. Dus dan, zoals bijvoorbeeld, wie was het nog meer? Vlatanov. Mm-hmm. Hoe heet die? Maar hoe vond je de wedstrijd tegen Abena dan? Ja, Donnicky had gewoon moeten afmaken en niet. Die had gewoon moeten afmaken op een gegeven moment. Dus ja, dat komt er ook een keertje tussen. Ja. Nergens op sloeg. Gaf hij me een levensstoot en toen draaide hij zich om. Dat is het onttrekken van het gevecht. Dus dan moet je tellen. Ja. En eigenlijk, er is no standing eight count. Dus. Je moet even wat onttrekken. Ja, daar hebben we wel even over zitten discussiëren, links en rechts natuurlijk. Maar. Ja, het is ook zo moeilijk, weet je. Kijk, mensen gaan natuurlijk ook nooit eigenlijk toegeven dat ze ongelijk hebben. Yeah. Of dat ze het verkeerd gezien hebben. Oh, sorry, hebben we je carrière verpest, jongen? Sorry, hè. Of ik was even net een broodje kroket aan het eten. Ja, ze hebben een lekkere kroket hier en ik draaide me om en er gebeurt wat. Snap je? Daarom ben ik altijd, ook op die toen ik nog galatjes gaf, had ik altijd dubbele juryleden. Dus ik ruilde ze gewoon constant. Ja. Ten eerste dat de jury's niet met elkaar te veel zitten. En ten tweede, kijk, als je 6 uur naar kickboxen zit te kijken. Dan word je op een gegeven moment vierkant oogjes. En bij zijn telefoon even, moet je eventjes. Dus ja, het is dus ja. Ik ga eindigen maar waarom we zijn begonnen. Ja. Dat hoef ik je eigenlijk niet te vragen. Oh. Maar Jamal tegen Eric Bouy. Ja. Waarom gaat hij winnen? Waarom gaat hij winnen? En waarop? Waarop? Ja, wordt het een knock-out? Wordt het een... Waarschijnlijk iets heel onvoorspelbaars, zoals een linkerhoge trap of zo. Dat is, zo gaat het. Ik kijk er naar uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik hoop die vakantie gauw voorbij is, want ik wil graag weer langs de ring staan en naar wedstrijden kijken. Ik wens jullie heel veel succes in elk geval.
Dank je wel. Hè? Want ja, dat, ik hoop dat het een mooie partij wordt. Hè? Tuurlijk. En, als publiek hoop ik gewoon, en ik zal waarschijnlijk verslag geven die dag, hoop ik echt dat ik naar een mooie partij zit te kijken. Ik hoop niet dat het in 1 minuut klaar is. Want ik kijk graag naar partijen die iets langer duren en dan mag het aan het einde een knock-out komen. Maar... Ja, als het maar een adviesje voor het kickboksen wordt. Ja. Snap je, we hebben nog geboren naar een nieuwe groep mensen bij Videoland. Dus er zijn ook andere mensen die bijvoorbeeld naar Help me maar eens klussen te kijken. Ja. Of weet je, al die andere series, misschien op een zaterdag. Oh, wat dat kickbox is. Ja, ja. Even kijken. Nou, dat is toch wel leuk. Oh, we hebben ook zo'n school bij ons in de buurt. Laat ik eens gaan kijken of het leuk is. Ja. Nou, en wie weet, komen er weer andere mensen erbij. Dat het een beetje wat. Ik ben ontzettend blij dat Videoland die stap heeft gemaakt. En ik. Ik vertel hem dat ze hele mooie dingen gaan doen. En okay. Nou, een van die mooie dingen is Remy erbij halen. Dus, Dus hey mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Warrior Code. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Hallo, Mike hier. Warrior Code, het platform dat gaat doen wat ze beloven. Onthoud dat. En zo niet, kan iedereen zijn geld terughalen. Hoes.